Veel mensen zijn niet meer gemotiveerd om dit vaak uit te oefenen, hebben wij het idee. Ja, de meeste auto's van nu, die zet je aan een computer. Die kan je uitlezen. Dat kan je niet met oude auto's doen. En met handenarbeid wordt steeds minder interessant voor heel veel jongeren. Zeven oldtimers heeft hij. Deze is uit 1937. En voor onderhoud moet hij soms lang wachten. Nadat je aanmeldt, en sommige bedrijven hebben dus enkele jaren, soms wachttijden, om dus auto's te laten restaureren. Een bepaalde techniek van motoren. In deze garage repareren ze vooral Britse oldtimers. De eigenaar heeft nog voldoende personeel, maar ziet de tekorten om zich heen. Veel mensen zijn niet meer gemotiveerd om dit vaak uit te oefenen, hebben wij het idee. Vele mensen willen toch graag op kantoor werken. En met handenarbeid wordt steeds minder interessant voor heel veel jongeren. Er zijn echt collega's van mij die helemaal geen personeel kunnen krijgen. Een andere oldtimer garage, iets verderop, gespecialiseerd in het duurdere segment. Zoals deze Aston Martin. Nou, de auto is natuurlijk bekend uit de James Bond film. Nou is deze niet degene die in de film heeft meegedaan. Maar lijkt er wel heel veel op. Het personeelstekort komt volgens hem ook doordat jongeren bij hun autoopleiding niet meer leren hoe ze zo'n oldtimer moeten opknappen. Ja, de meeste auto's van nu, die zet je aan een computer. Die kan je uitlezen. Dat kan je niet met oude auto's doen. Dus je moet eigenlijk gewoon mensen zelf opleiden om die oude techniek aan te leren. Dan maar die oude benzinemotor eruit en een elektrische erin om oldtimers toekomstbestendiger te maken? Nee. Ik ben echt een diehard verbrandingsmotor liefhebber. En je moet het ook rijden met de techniek van die tijd. En op het moment dat je daar dus elektrische motoren in gaat bouwen of andere moderne eigenschappen, ja, dat hoort niet.